Je kijkt naar NEC TV's Ranking the Team en deze week nemen in de rode stoelen Robin en Frank plaats. Nieuwsgierig. Dat is een Jack de Gier, toch? Hij mag toch, hoor? Ja, dat is de hoofdtrainer. Ja, dat is een inkoppertje, jongens. Kom op. Daar hoef je niet lang over te praten. Jack de Gier. Hij mag toch gewoon. Oh, hier ook gewoon bij laten. Ja, hier bij laten, ja. Top 1. Top Marco! Oh. Ik heb op Marco gestemd trouwens. Ja? Ja, ik waarom zag je niks dan? Ja, omdat jij een goede grap had. Oh, ik had Jack, ja, tuurlijk. Ja, Marco. Marco van Duin. Ja. Ja, ja, zeker terecht. Ik denk dat Marco altijd wel een tikkie zou sturen. Ik denk dat bij de meest gebruikte app een tikkie bovenaan staat. 55 cent. Ja, dus tikkie sturen. Ja. Ik dacht wel. Nee, ja, duidelijk Marco. Ja. Ja, dat is Rens, denk ik. Rens, Tommy of Mart? Ja, en Joey ook wel misschien. Nou, nah, Joey is meer Adrie. Ja, dat is wel assistent. Ja, Joey is meer Adrie of Potje. Nee, maar ik denk echt wel Rens. Rens op 1 en dan, we doen gewoon top, we zetten gewoon Rens, Tommy, Mart. Gewoon 1, 2, 3. Rens wordt de nieuwe bondscoach. Ja, ja, ja dat is nadat hij hier, sowieso. Ja, sowieso. Rens is bovenaan. Ja. Ja. Ja, ja, ik wist het. Hebben we het gewoon precies goed? Ja, ik wist het. Zeg ze verliezen. Ja, we hebben wel meerdere, maar... Daar durf ik niks te zeggen. Jij zit er ook wel bij, denk ik. Atjabar, je had er ook niet van? Ja. Ja, ik zet mezelf sowieso in die top 3. Top 3, ja? Ja. En dan de rest... Anders kan erbij. Wie hebben we nog? Wie kan? Leroy kan ook niet zo goed tegen zijn verlies. Nee, maar Kevin ook niet. Kevin ook, ja... Bij sommige dingen ligt eraan. Ja. Ligt eraan bij Kevin. Hij verliest wel vaak met spelletjes natuurlijk. Ja, daarom. Dus hij sowieso, ja precies. Sowieso niet zo goed in spelletjes. Ja, Mart kan ook nooit tegen verliezen. Mart is ook echt slecht te verliezen. Op een gegeven moment durft hij al niet meer te spelen. Nee, Mart is echt een slecht verliezen. Echt een hele slechte verliezen. Vind ik ook een beetje vervelend aan hem, weet je wel. Ja, echt. Maar op het veld ook. Kun je ook even... Ja, op het veld lopen ook vaak genoeg mensen met een bochtje om me heen. Dus dat is wel helemaal goed. Ja. Dus ik zet mezelf dan maar gewoon op 1. En dan doen we... Ja, Atje Bouw ook hoog. Atje hoog. En wie nog meer? Laten we... Ja, en voor de rest... Joey misschien. Maar Jozef hoor ik ook vaak, man. Ja, die kan ook boos worden. Ja, laten we zeggen gewoon Jozef. We hebben weer een gekke taal. Jozef, Annas en ikzelf. Ja, dat is een mooie drie. Ja. Robin Bewalder, ja. Ja, ik had het al verwacht. Ja, mooie eigenschap. Winnaar. Winnaarsmentaliteit, zo noem ik het. Ja, we hebben er één Captain America hebben we toch? Ja, Rens, Joey, zijn al de leiders. Ja, Rens is denk ik wel inderdaad gewoon met de meeste stemmen op één. Mart komt weer heel dichtbij. Mart had vorig jaar die leidersrol op zich. Ja, die heeft af moeten staan. Rens. Ja, Mart komt er heel dichtbij. Mart komt zo dichtbij, dat is echt niet normaal. Maar en dan Joey. Rens. Maar Joey, zit Marco er ook tussen? Ja, Marco is stille leider. Ja, Marco, ja. 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 Ja, en de rest Rens. Ik had al verwacht dat Mart ook al minimaal één stem had.